Hallo meneer Verstappen, u spreekt met Tim en Christa den Beste van Kaag tot Kardashian. Ja, ja. Ja, precies. Dat ene programmaatje. Dat programmaatje inderdaad. Een hele goede morgen. Het is zondag 19 december. Ik ben niet Sigrid Kaag. En ik ben niet Kim Kardashian. Maar dit is wel van Kaag tot Kardashian. Het is een soort RTL Boulevard, maar dan korter. Meestal wel een klein beetje grappig af en toe. En zonder Nicky Plessen. Klopt. Hey, wil jij hem zo met poedersuiker of met stroop? Nou, stroop. Ja, stroop. Heb je klaar staan? Hey, hoe was je weekend? Heb jij nog een meloentje moeten doorslikken? Nee. Jij? Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Oh, sorry. Christa. Dan gaan we beginnen. Tim. Schatje. Er is jou weer veel opgevallen deze week, maar we beginnen met een statement. Ja, ik wil graag iets zeggen over viroloog Marion Koopmans. Zij ontving de afgelopen tijd heel veel bedreigingen die ze zelf op Twitter heeft gedeeld. Klopt, ik lees er eentje voor. Dat jij je gore corona-rotkop nog op tv durft te tonen. Jij fel goor monster van Dachau. Jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt. Ze hebben de verkeerde voor de ingang van een parkeergarage door de kop geschoten. Goorstuk, onafgemaakt, softenon-nazi, zwap, hoerenjong. Wow. Ja, dit is natuurlijk echt verschrikkelijk en gewoon gestoord dat iemand dit naar wie dan ook stuurt. En al helemaal naar Marion Koopmans. Ja. Arts, viroloog. Ik kan dat gewoon bijna niet bevatten eigenlijk. Nee, als kind het is bizar. Maar om Marion een hart onder haar riempje te steken, het volgende. Lieve Marion, we houden van jou en we zijn heel erg blij met jou. En er zijn heel veel mensen, de meeste mensen namelijk, die jou een hele fijne kerst wensen. En daarom, als kleine ode, vernoemen we ons programma vandaag voor één keer, Marion, naar jou. Tim, wat viel jou allemaal nog meer op? Ja, er kwam deze week naar de langste formatieperiode ever eindelijk een regeerakkoord. Super blij mee, super chill. Heerlijke frisse wind waaide door het land. Hele andere vibe. Het land voelt heel anders. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon heel fris, heel leuk. Nieuwe gezichten. Echt een nieuw begin. Wij staan nu samen in een nieuw begin. Deze wereld wacht op jou. En deze wereld wacht op jou en mij. Goed. Is er nog meer nieuws? Jazeker. Presentator Renze Klamer zat wekenlang vast in Zuid-Afrika door corona. Oh. Heel vervelend voor hem natuurlijk, maar ook bijzonder slecht getimed, Christa. Okay. Want bij de Jack and Jones was het precies in die periode 2 halen, 1 betalen. Zo, dat moet wel even slikken zijn geweest voor hem. Ja, en dan was er nog nieuws rond Maan. Okay. Niet de Maan, maar de zangeres. Deze. Die Maan, dat klopt. Ja. Christa, in een 4 pagina's lang interview in een krant, zei ze dat ze wil dat het niet altijd over haar gaat. Ik, Maan, word gewoon heel blij als het goed gaat met anderen. Ik heb daar ook manieren voor. Ben ik op een feestje met nieuwe mensen en ze willen alles van me weten, dan verleg ik het gesprek naar iemand anders. Ah, wat mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd of ze dit volhoudt. Ik ook. Leuk dat je het zegt. Ik ben daar ook heel benieuwd naar. En ik heb een verrassing. We gaan dus deze week in de sterren kijken voor de sterren. Met medium Monique. Monique! Hey Tim! Hallo? Leuk dat je er bent. Bedankt. Oh. Maan, zangeres. Ja, oké. Okay. Ik ga even met haar verbinding maken. Als ik me focus op 2022 en op Maan, heb ik het gevoel alsof ze ergens een rustperiode gaat inlassen. En gaat het haar lukken om een beetje normaal te blijven? Of wordt het toch erg lastig? Nee, dat wordt niet lastig. Zij heeft echt daarin een statement gemaakt naar zichzelf. Zij wil echt gewoon zichzelf blijven. Ja. Alleen dat wordt natuurlijk altijd heel erg moeilijk als je natuurlijk ook op een bepaalde manier geleefd wordt. Maar ik denk zeker dat ze dat vol gaat houden. Ja. Goed nieuws voor Maan dus. Goed nieuws voor Maan. Ja, hartstikke goed nieuws voor Maan. Zeker. En straks gaan we in nog veel meer sterren kijken voor de sterren met Monique, Medi Monique. Nou Marco, ik ga eens kijken wat ik bij jou ervaar voor 2022. Maar eerst hebben we iets belangrijks recht te zetten.
Ja, want we hebben vorige week weer een fout gemaakt. Of eigenlijk beter gezegd jij, Tim, want jij wilde het niet over Max Verstappen hebben. Laten we even naar dat fragment gaan kijken. Ja, Max Verstappen kampioenschappen. Ja, precies. Gaan we het daar nog over hebben? Nee, dit programma heet Van Kaag tot Kardashian. Daar staat hij niet ergens tussen, volgens mij. Okay. Nee. Ja, goed. Ik ben daar gigantisch uit de bocht gevlogen. Later die zondag werd mij pas duidelijk hoe populair dat karten wel niet is. En door wie kwam dat? Klaas van Kruisten? Klopt. Ja, ik heb er gewoon heel veel spijt van. Dus ik ga nu mijn welgemeende excuses aanbieden aan meneer Verstappen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Oké. Okay. Als het goed is, hebben we hem namelijk aan de lijn. Ja, wat? Hallo meneer Verstappen. U spreekt met Tim en Christa den Beste van Kaag tot Kardashian. Ja, ja. Ah. Ja, precies. Dat ene programmaatje. Dat programmaatje inderdaad. Ik wil heel graag mijn excuses aanbieden. U staat natuurlijk wel tussen Kaag en Kardashian. Ja, natuurlijk zit ik er wel in. Dat had ik je vorige week ook gewoon kunnen vertellen, hoor. Ja, sorry. Ik wist gewoon niet dat hij zo snel kon autorijden. Zoveel rondjes in zo'n mooie auto. En die pitstops en de pole position. Fantastisch. Ja, dankjewel. Nou ja, kijk, kan ik erover zeggen. Honderdduizenden kilometers voor gereden, hè? Iedere bocht die ik afsneed, die leidde naar hier. Mooi. Hé, maar al die BN'ers hè, die er waren en die zichzelf filmden terwijl ze naar jou keken, dat doet dan wel iets met je, toch? Wat ging er door je heen? Wat ging er door me heen? Ja, ik... Echt van alles ging er door me heen. Echt. Ja. Ja, echt van alles. Ik kan me voorstellen. Meneer Verstappen, wilt u misschien nog iets zeggen tegen al die bekende Nederlanders en de rest van de Nederlandse bevolking? Ja, dat wil ik wel. Maar mag dat ook in de vorm van een freestyle rap? Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Top, komt-ie. Ik heb het gewoon gedaan, dat gevecht. Ik kon het niet geloven, maar ik steeg erboven. Met mijn pook veranderde ik heel de wereld in een soort van spook. Hoe dan ook, ik was degene die ons licht gaf en hoop. Ik reed naar de finish zonder navigator. Ik liet mijn bolide trillen als een vibrator. En nu heel Nederland mijn kontje heeft gekust, vraag ik Ali B en Kruis voor Klaastrum. Laat me nu in godsnaam met rust! Max? Meneer Verstappen? Max? Meneer Verstappen? Tim, je hebt je weer ontzettend opgewonden deze week. Mijn hele WhatsApp stond barstens vol berichten. Ik had vanmorgen zelfs 89 berichten van je op WhatsApp. Oké, ik geef toe. Ik was behoorlijk opgewonden. Ik stond opnieuw met mijn ogen en oren te klapperen, omdat naar buiten kwam dat Amalia haar 18e verjaardag met minstens 21 mensen heeft gevierd. Het was natuurlijk niet de eerste keer dat de koninklijke familie zich niet aan de coronamaatregelen hield. Herinneren we ons de vakantie naar Griekenland nog? En de televisietoespraak die daarna nodig was om de boel te sussen. Dat is echt een unicum. Dan heb je het echt heel bont gemaakt. En wat gebeurt er nu weer? Een feest voor de 18e verjaardag van Amalia. Terwijl Omicron overal naartoe aan het gaan is. Mark Rutte had er wel een verklaring voor. De koning heeft ongelooflijk zijn best gedaan om het netjes te regelen. Maar men heeft achteraf geconstateerd dat het helaas niet goed is gegaan. Maar dan kwamen ze dus achteraf achter dat er... zeg maar minimaal 21 gasten waren en niet maar 4. Christa, die regels zijn natuurlijk ook onduidelijk. Het is niet zo dat er wekelijks een televisietoespraak van de minister-president is. 21 lijkt op 4. Als je een beetje zo je ogen, dan kan je dat een beetje zo zien. Ze hadden het ook niet kunnen weten. Een beetje hier en nog een beetje daar. Ja, en dan is het alweer tijd voor de inspirational quote. Ja, en deze week is hij van de grote SBS-filosoof Anouk Smiesma Smulders. Ja. We pakken haar even een fotootje van haar erbij. Mooi. Moeten we even wachten tot de rook is opgetrokken of gaan we gewoon door? We gaan gewoon door. Don't make excuses for people. You can't put flowers in an asshole and call it a face. Ja. Kan jij dit voor mij even vertalen? Ja, je kan dus geen bloemen in een anus stoppen en die dan een vaas noemen. Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ten eerste, je kan bloemen in een anus stoppen. En als je dat dan hebt gedaan, kan je ook zeggen, jij bent nu een vaas.
We zagen er al eventjes. Medium Monique. Voor welke sterren gaan we nog meer in de sterren kijken? Ik kan het nu gaan verklappen. We kunnen ook lekker gaan kijken. Wat wil jij? Ik wil lekker gaan kijken. Ik ook. Laten we gaan kijken. Laten we lekker gaan kijken. Ja. Och, Gossie. Ja. Marco. Ik ga eens kijken wat ik bij jou ervaar voor 2022. Nou, het eerste eigenlijk wat ik ervaar is alsof hij een soort van er echt even helemaal niet meer is. En dan bedoel ik niet dat hij overlijdt. Dat is niet wat ik bedoel, maar alsof hij vlucht. Ik heb het idee ook dat het echt wel een land is waar het heel rustig is. Dus er is weinig toerisme. Alsof hij zich echt even helemaal moet terugtrekken. Oh ja, geweldig wijf. Het grappige is, ik krijg bij haar ook absoluut kippenvel. En voor mij is dat altijd een soort van bevestiging van de energie. Dat, ik noem haar even wijf, omdat ik dat als Amsterdamse ook bedoel, met een heleboel power. Zij gaat echt nog heel wat beweging zorgen in de politiek. Over deze kleine meid, voel je daar iets bij? Amalia van Oranje, heb je enig idee hoe lang het nog gaat duren? Ja, wanneer zij koningin gaat worden. Ja, jij stelt een lekkere vraag. Toch op een of andere manier, gek genoeg, heb ik het idee dat zij echt wel ergens tussen haar 20ste en 30ste, want meer kan ik het, precies kan ik hem niet krijgen. Ik heb het gevoel dat zij op jonge leeftijd al koningin wordt. Oh mijn god, inderdaad. Gisteren in onze laatste aflevering hebben wij onze eerste scoop binnen. Ja. Volgens Medium Monique uit Almere wordt Amalia binnen 12 jaar koningin der Nederlanden. Amalia, alvast gefeliciteerd. Bij wijze van spreken. In Van Obstakel tot Oplossing lossen we elke week een probleem op van een anonieme BN'er, Tim. Aan jou het woord. Ja, Christa, alweer aan mij het woord. Dat voelt heel erg lekker. Komt-ie. Beste Christa en Tim. Ik ben de leider van een grote politieke partij, opgericht in 1966. Ik heb een probleem, want ik ben ergens onderweg mijn principes helaas kwijtgeraakt. Ik kan ze nergens meer vinden. Ik heb van alles gezegd over nieuw leiderschap. Ik heb op een tafel gedanst. Maar nu het puntje bij het paaltje komt, blijk ik een beetje hypocriet te zijn. Oh. Ik ga zelfs weer met een oud collegaatje samenwerken van wie ik had gezegd dat onze wegen zouden scheiden. Hmm. Het begint aan me te knagen. Wat moet ik doen? PS, onderwijs is heel belangrijk en ik kan Arabisch. Ingewikkeld. Wat hebben de reacties opgeleverd? Ja, Olivier 1958 zegt, politiek is compromissen sluiten en keihard polderen. Dat is ook het mooie aan Nederland. Je moet af en toe gewoon een meloen doorslikken. Succes 66. Ed Kim Kardashian heeft ook geantwoord. Zij zegt, I do not wish to work together anymore. I am sorry, XO, XO. Maar zou zij serieus kijken? Zou ze geld omdat haar naam... alles? Quickfit Den Haag die zegt, wij hebben voor u nog een mooie autogordel liggen. Zou u deze AUB zo snel mogelijk willen ophalen? Ook is er APK nodig. Groet Remco. Nou, hopelijk kan deze anonieme BN'er hiermee vooruit. Inshallah. Dit was het alweer. De laatste aflevering van Kaag tot Kardashian. Nou, we gingen van de rehabilitatie van Max Verstappen. Tot weer een uitglijder van een koninklijk huis. En van de ongewisse toekomst van Marco Borsato. Tot de verdwenen principes van een vooraanstaand politicus. Wat zijn nou? Die ook een beetje Arabisch spreekt trouwens. Een beetje het leven in een klein notendopje. Vast hele fijne feestdagen. En geniet van de harde lockdown. Ja. Het wordt fantastisch. En een gelukkig nieuwjaar in de lockdown. Ja. Tot volgend jaar. Beste wensen. Hoe ziet de toekomst voor ons eruit? Okay. En voor het programma? Ik heb absoluut het idee dat het doorgaat. Dat het programma een vervolg gaat krijgen. Maar ik ervaar jullie energie als duo gewoon niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat jullie samen dus niet verder gaan. Het voelt een beetje alsof iemand uit de andere wereld het nu met ons uitmaakt. Ja, ja, maar dat gaat hem niet worden. Dat wist jij allemaal, dat had je nog niet aan me verteld. Nee, ja, ik dacht het is beter als je er zo achter komt dan dat ik het persoonlijk aan je vertel. Nou, ik vond het wel heel leuk met jou. Maar ja, in de andere wereld vonden ze van niet. De enige persco die je echt wil kijken is die met Harco. Nee, dat wil je echt niet missen. Klik op de link voor de nieuwste aflevering van Jordi Season 2. DOS.